Like de video met de duim van je rechterhand. Ik daag je uit. Ik ga dit huis eerst een kleur geven. Ik maak het letterlijk geel. Ziet er heel cool uit. En iedereen die hier naar binnen loopt mag hier wonen. Dus let op, ik druk op haar. Ik maak haar een roommate. Ik druk op hem. Maak hem een roommate. Deze speler, roommate. Dus iedereen woont hier nu. Dat is zo cool. Maar nu ben ik benieuwd. Stel voor er gaat iets fout. Zoals bijvoorbeeld vuur. Wie is dan de eerste die het blust? Dat is namelijk de persoon die hier zelfs mag zijn als ik er niet ben. Oké, wie is de eerste die het gaat blussen? Oh! Nice! Oké, cool. Nou, dit is een prachtig huis en ik hoor een eng geluid volgens mij. Oké, weet je wat? Ik ga proberen iedereen te vinden. Oh, er is daar een spook! Er is een spook! Jongens, kijk! Oké, ik heb dus nu tot 10 geteld en ik ga nu kijken of ik de spelers hier kan vinden. Oké, de eerste. Zit hij misschien in deze kerstboom? Nee. Oké, misschien als ik naar de volgende verdieping ga dat ik daar iemand aantref. Misschien in deze kamer. Dit is zo spannend. Ik ben benieuwd of ze allemaal bij elkaar zitten of dat ze juist proberen om allemaal een andere plek te kiezen. Wacht even, kan ik hier doorheen? Dat is zo slim. Je kunt door deze spiegel heen. Maar ik heb nog niemand gevonden. Hier ook niemand. Ze snappen toch wel dat het in het huis... Ja, ik heb de eerste persoon. Nice, oké, we hebben de eerste persoon gevonden. Maar dat wil nog niet zeggen dat we klaar zijn. Want er zijn er nog meer. Waar zijn de andere spelers? Wacht, we hebben hier natuurlijk nog... wacht even. Zitten ze misschien... hier hebben we iemand. Ja, in het zwembad. Supergoede verstopplek. Maar nu dat meisje nog. Waar, waar vinden we die? Daar is ze. In het kussen van het bed zat ze verstopt. Dat is zo slim. Oké, ik heb gezegd dat ze hier tot 10 moeten tellen. En dan ga ik snel naar binnen om mezelf te verstoppen. Ik ga mezelf in de kerstboom proberen te verstoppen. Oké, ik zit in de kerstboom. En je kunt mij hier niet zien. Kijk, ze staan daar allemaal te tellen nu. En als ze zo naar binnen gaan, ga ik via de camera's kijken of ze me kunnen vinden. Oké, ze komen nu allemaal naar binnen toe. Oké. Oh man. Oké, hebben ze me door? Oké, eentje is boven. Iedereen heeft me al. Ze hebben me letterlijk nu al. Ik zeg tijd voor een feestje. Volg mij. Omdat iedereen het zo goed heeft gedaan, heb ik hier een super grote auto. Iedereen zit in de auto en we gaan gewoon lekker een feestje vieren. We gaan naar de arcade toe met z'n allen. Kijk, dat is super leuk. Dan kunnen we allemaal van die games spelen. Kijk dan, we zijn hier met iedereen. Dit is zo gaaf. Letterlijk iedereen is iets aan het spelen. Dat is zo grappig. Ik moet zeggen, dit is wel echt een leuke dag. Mijn huis is nu een soort van plek waar iedereen kan chillen. Wacht eens even. Wat gebeurt hier? Oh my gosh, nee. Hier gaat iets niet volgens plan. We zijn allemaal politieagenten. Ik heb gezegd, laten we allemaal dezelfde outfit aandoen. Het ziet er zo cool uit. Kijk dan. Oké, we gaan dieven zoeken, jongens. Laten we eerst allemaal het politiebureau ingaan. Even de handboeien en zo pakken. Kijk met hoeveel we zijn. Hebben we hier de politieauto? Weet je wat? We hebben wel een vakantie verdiend. Allemaal met onze politieoutfit gaan we lekker op vakantie. We hebben Brookhaven veilig gehouden. Wauw, moet je zien. En ik weet niet of het handig is, maar ik ben degene die het nu bestuurt. We zitten achter onze eerste dief aan. Snel, ik heb de handboeien. We zitten allemaal achter haar aan, maar ze is zo snel. Handen omhoog. Ja, ze heeft haar handen omhoog. Goed zo. Yes, we hebben erin de boeien. Oké, nu moet ze meekomen met ons. En nu moet ze natuurlijk in de gevangenisauto. We nemen er mee. Oké, uitstappen. Volg ons, volg ons. We hebben letterlijk iemand in de boeien geslagen. En die gaat nu mee naar de gevangenis. Oké, daar gaan we. Hupsakee. Ja, zij moet hier naar binnen. Hier naar binnen. Goed zo. Bam. Yes, we hebben de eerste dief. Ze moet huilen. Oké, je mag eruit. Oké, de rollen zijn omgedraaid. Ze moeten mij nu proberen te pakken. Maar ik ben super snel. Dat is een cool paard. Die heb ik nog nooit gezien. Kijk, ik heb een geheime plek waar niemand mij gaat vinden. Moet je opletten. Ik ga heel snel hier naar boven toe. Ik druk op deze knop. En dan ga ik snel hier naar boven toe. En dan heb ik hier letterlijk mijn geldmachine. Oké, ik ga me hierachter verstoppen. Hopelijk hebben ze het niet door. Oh nee, daar komen ze. Wat moet ik nu doen? Ik zit hier nu vast. Oké. Hij slaat me in de boeien. Nu moet ik mee naar de gevangenis. Oké, ik ga met hem mee. Ik had beter op moeten passen. Misschien is het ook niet echt handig om bij een geldmachine jezelf te verstoppen. Oké, ik ga al. We zijn letterlijk opgepakt. Maar waar neemt hij ons mee naartoe? Want kijk, dit hier is het politiebureau. Maar hij gaat weg van het politiebureau. Hij rijdt ook wel snel trouwens. Ik weet niet of dat echt het goede voorbeeld is, maar... waar gaan we heen? Wacht eens even. Hij brengt ons hier naartoe. Is dit onze celgenoot, dit meisje, of niet? Nee toch. Maar wacht. Volgens mij weet ik dat ik hier kan ontsnappen. Ik ken deze gevangenis. Hij zegt, kom mee. Ja, ik ga al. Ik ben totaal niet van plan om te ontsnappen. Misschien een klein beetje. Dit is een zwaar beveiligde gevangenis. Oké, we gaan met hem mee. Ik heb eigenlijk wel zin in een colaatje. Nee, Job, dit is niet het moment voor cola. Moet ik hier? Ja, zeker. Oh, nee toch.
Oké, maar hey, luister. Volgens mij kunnen we ontsnappen. Kijk. Let op. Kom. Snel. Goed zo. Oké, en waar nu? Oh, kijk. Hier, een gat in de vloer. Oh my gosh, no way. Ik zie alleen bijna niks. Oké, perfect. Kom, we ontsnappen. Oh my gosh. We zitten letterlijk onder de gevangenis. We zijn gewoon letterlijk aan het ontsnappen. Oké, hier naar rechts toe. Ik weet zeker dat hier ergens de uitgang is. Ja, volgens mij heb ik het gevonden. Oh my gosh, dude. Ja, nice. Ik ben vrij. Ik ben ontsnapt. Let's go. En volgens mij is hij me kwijt, of niet? Weet je wat ik ga doen? Ik ga mezelf mooi op die boot verstoppen. En nice. Ik ben ook nog eens uit de boeien. Oké, snel deze boot op. Ik kan me namelijk een geheime plek herinneren in deze boot. Waar was dat ook alweer? Volgens mij was dat hier. En ja, nice. Het is gelukt. We zijn ontsnapt en we zijn rijk. Oké, ik heb ervoor gekozen dat ik wil proberen om toch terug te gaan naar de gevangenis. En dat klinkt misschien raar, maar er is natuurlijk nog een soort van celgenoot. En die willen wij ook redden. Dus de vraag is alleen... Oh, kijk. Ik zie daar letterlijk die politieagent. Oké, wacht. We zijn weer gearresteerd door dezelfde politieagent. Hij zegt niet bewegen. Ik beweeg niet. Oh man, wat nu? Ik kan natuurlijk proberen nu te ontsnappen, maar ik weet niet of dit het juiste moment is. Oké, wat moet ik doen? Hij zegt meekomen. Oké, ik ga al. Ik zit in de politieauto. Dat andere meisje zit achterop. En we gaan denk ik nu naar een nieuwe gevangenis toe. Oh nee, deze dude rijdt veel te snel. Op deze manier halen we de nieuwe gevangenis niet eens. Oh man, daar zijn we. Oké, voorzichtig. Ik ga al. Oh, hier hebben we ook een agent die aan het typen is. Is er niet een manier hoe ik heel snel kan wegkomen? Oké, nu. Snel. Oh my gosh. Oh, nee. Oh nee, hij zit achter me aan. Goed zo, we moeten wegwezen hier. Ik ken natuurlijk een hoop geheime plekken in Brookhaven. En één daarvan is super creepy, maar moet je opletten. Misschien als ik heel snel ben, dat ik hierop kan springen, hier naar boven kan gaan. Bam, ik ben binnen. Oeh, oké, snel. Ik verstop mezelf hier achter het bed. Oké, nice, goed zo, we zijn ontsnapt. Het is ons gelukt. Oh nee, de politie loopt daar. Ik zag hem letterlijk volgens mij daar tussen die deurglazen door. Oké, voorzichtig. Oh nee. Oh, wegwezen. Oh, dude, dit is zo spannend. Oké, snel. Hier. Goed zo, blijf hier. Nee. Oh, hij heeft ons gevonden. Hij zegt meekomen. Oké, ik kom al. Geen geintjes meer, sorry. Ik dacht dat ik slim was. Oké, ik ga al. Dat leek zo'n mooie ontsnappingspoging. Hij zag het ook even... Wacht, ik heb een plan. Oh. Hij heeft niks gezien. Oh, goed zo. Hij heeft niks gezien. Oké, nu heb je ons echt. Ja, sorry, ik wil niet opgeven. Oké, nou, ik ga deze keer achterop daar... Nee, weet je, ik ga er wel naast zitten. Oh, kan ik niet stiekem meekijken op het scherm? Oh, er zijn allemaal codes op. Misschien staat er naar welke gevangenis we gaan. Oké, ja, rustig, ik kom al. Oké, wat is de bedoeling? Je wil ons achter slot en grendel? Oh, man. Oké, rustig. Volgens mij weet ik al welke cel we gaan krijgen, cel nummer 2. Nee, oh, dit is zo balen. Maar wacht, kunnen we niet... Wacht, ik heb een plan. Volgens mij kunnen we ontsnappen. Het matras erbij. En die probeer ik hier te glitchen. Ja, perfect. Kom op. Oh. Oh nee, bijna. Oké, volgens mij gaat dit werken. Kom op. We zijn letterlijk ontsnapt. En wat ik nu ga proberen te doen, is ik ga weer via dezelfde geheime gang in het zwembad van Brookhaven hier doorheen. Oh, dat was de beste ontsnappingspoging ever. Nou ja, het is niet echt een poging alleen. Het is gelukt. Kijk, dat meisje is hier ook. Perfect, we zijn eindelijk ontsnapt. Oké, kom, we gaan deze kant op. Snel. Kom, snel naar boven toe. En dan hier doorheen... En, oh, nee, ben je serieus? Oh, we lopen gewoon tegen een politieagent aan. Oh, nou ja, weet je, ik ben hier toch. Kan ik mezelf niet ergens naartoe sturen in een doos of zo? Oké, snel naar boven. Wow, hier ben ik nog nooit geweest in Brookhaven, denk ik. Oké, ik ga hier achter verstoppen. Oh, nee, hij heeft me weer gevonden. Wat moet ik nou doen? Abonneer voor meer en adios.